Hi allemaal, hier is weer een nieuwe vlog van Zorgbureau De Liemers. En vandaag gaan we aan de slag met een elfje. En dat is niet het sprookjesfiguurtje, maar een dichtvorm. Misschien heb je het wel eens gedaan op de lagere school of de middelbare school. Het is een hele grappige vorm van gedichtjes maken. En het bestaat uit maar 11 woorden. En die zijn verdeeld over 5 regels. De uitleg komt zo in beeld. En het enige wat je ervoor nodig hebt, is een papiertje en een pen. Kijk, ik heb hier mijn eigen schrijfboekje. Daar schrijf ik wel vaker dingetjes in. En ik heb een fijne vulpen om mee te schrijven. Hier zie je een aantal voorbeelden van elfjes die ik geschreven heb. En je ziet dat ik een klein beetje vals speel. Ik heb ze hier niet in mijn boekje geschreven, maar op een papiertje, zodat het er voor jullie wat leuker uitziet. Ik wens jullie heel veel mooie elfjes toe. Veel inspiratie daarvoor om ze te schrijven. En deel ze eens met ons. Zet ze op de Facebookpagina of mail ze aan ons. En wie weet kunnen we er een leuke collage van maken. Tot de volgende keer. Doeg!